Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik je een grip laten zien waardoor je ten eerste blessures kunt vermijden en ten tweede je ook nog eens hardere en snellere progressie maakt doordat je meer gewicht kunt pakken. Komt-ie! Een deadlift, een clean, een snatch, welke oefening je ook uitvoert, je gaat na verloop van tijd last krijgen van je handkracht. Voor deze video neem ik de deadlift als voorbeeld. Veel mensen deadliften veel meer gewicht dan hun handen aankunnen. Hun houding is goed, hun rug- en beenspieren zijn sterk genoeg, maar na een aantal herhalingen krijgen ze last van hun onderarmen of hun handen. Na verloop van tijd moet het gewicht worden neergezet of omdat hun onderarmen beginnen te verzuren of de barbel begint te glijden uit hun handen. Vaak komt dit doordat mensen de barbel niet goed beetpakken tijdens een overhandse greep. Je kunt de barbel op deze manier beetpakken of op deze manier. Wanneer je het op de tweede manier doet, dan zit er minder huid tussen je vingers en de barbel, waardoor je een sterkere greep hebt en de barbel niet gaat glijden. Een andere oplossing die je vaak voorbij ziet komen is om één handpalm van je af te draaien en de andere naar je toe te laten wijzen. Oftewel de mixed grip. Persoonlijk ben ik hier geen voorstander van, doordat je je handen twee verschillende kanten op laat wijzen, activeer je aan de ene kant van het lichaam andere spieren dan aan de andere kant. Daarbij komt dat er nu bij één arm meer spanning op de bicep komt te staan en er is een mogelijkheid aanwezig dat deze afscheurt. Over de mixed grip heb ik een aparte video gemaakt en die is te vinden in de videobeschrijving en linksboven in beeld. Een andere oplossing zijn speciale haken. Over deze haken ben ik persoonlijk niet heel erg te spreken. Het is heel onnatuurlijk. Je handen kunnen vanzelfsprekend niet stevig om iets heen worden gehaakt en het probleem is niet opgelost, maar verschoven. Als je die te zware barbel niet beet kunt houden, dan kun je de haak ook niet beet houden. Het gewicht is namelijk nog steeds even zwaar. Wanneer je de haak niet beet kunt houden, dan komt alle kracht op je pols terecht en dat valt natuurlijk niet lekker. Dan zijn er natuurlijk nog lifting straps, op zich prima wanneer je een PR-poging doet of in een deload fase zit. Maar het probleem is alsnog maar deels opgeschoven. Door de straps wordt je grip niet sterker en wanneer je niet goed oplet, zou je bij de deadlift het gewicht van de grond af kunnen rukken, waardoor je eigenlijk je houding verziekt. Een lifting strap is een goed hulpmiddel, maar het is niet iets om iedere training altijd te gebruiken. En daarna hebben we nog magnesium. Als je dit in je sportschool mag gebruiken, zou ik het zeker aanraden. Ik begrijp dat dit in veel sportscholen niet mag, maar daarvoor is ook nog een oplossing, namelijk vloeibaar magnesium. Als je dit niet mag gebruiken in je sportschool, dan wordt het tijd dat je hier komt trainen. En als laatste komen we aan bij de hook grip. Hier ga ik wat dieper op in en ik ga je vertellen hoe je deze toepast. Normaal gesproken pak je een barbel op deze manier beet. Op zich is hier niks mis mee, maar wanneer je zwaar gaat deadliften, kan de bar uit je handen gaan glijden. Om dit te voorkomen gebruiken we een hook grip. Zoals de naam al zegt, maak je van je handen een haakje bij de hook grip. Je pakt de barbel beet. Slaat je duimen om de barbel heen en daar overheen komen je vingers weer. Afhankelijk van hoe lang je vingers zijn en hoe groot je handpalmen zijn, sla je 1 of 3 vingers over je duim heen. Ik gebruik persoonlijk altijd 2 vingers. Dan zorg ik ervoor dat mijn middelvinger over de nagel van mijn duim heen gaat. Als we naar mijn deadlift kijken, dan pak ik de barbel beet en draai ik mijn handen naar binnen en mijn ellebogen naar voren en mijn schouderbladen naar binnen. En daarna draai ik mijn ellebogen naar binnen en trek ik mijn schouders weer naar elkaar toe. Dit doe ik zodat mijn hoekgrip nog steviger wordt en ik eigenlijk de hoekgrip een soort van op slot kan zetten. Doordat ik mijn hand naar binnen draai, kunnen mijn vingers elkaar verder overlappen. Daarna zet ik alles in positie en wordt mijn grip nog strakker. De eerste paar keer dat je gaat deadliften met een hoekgrip zal hoogstwaarschijnlijk pijn gaan doen. Dat is heel normaal, iedereen heeft dit en ik persoonlijk had dit ook. Ik heb een tijd gewacht, ik heb echt een tijd lang met de mixed grip gedeadlift. En het is eigenlijk niet handig, niet slim, zoals jullie weten, zoals ik heb uitgelegd en zelfs in de video van vorige week ook. Om terug te komen op het gedeelte wat pijn doet. Ja, dat is normaal. Wat wil je doen? Je wilt, stel je voor je deadlift 100 kilo en je gaat de mixed grip gebruiken. Dan doe je al je opwarmsetjes, dus je 20 kilo, je 30, je 40, je 50, afhankelijk van hoe jij opwarmt, doe je net zo lang met de hoekgrip. En op het moment dat het echt te pijn begint te doen, ga je naar de mixed grip. Nou, stel je voor je komt tot 50 kilo en dan gaat het echt pijn doen. Doe je de training erop tot 60 kilo, dan tot 70, dan tot 80, etc. Totdat je door kan en dat je het niet meer pijn gaat doen.
En dat lijkt aan het begin best onmogelijk, maar zelfs als ik nu PR-pogingen doe, ik deadlift 180, bijna 200 kilo, gewoon met de hoekgrip. Niks aan de hand, mijn duimen zijn in het dagelijks leven niet gevoelloos of iets dergelijks geworden. Maar tijdens het deadliften zit gewoon de concentratie erin, doet helemaal niet meer pijn, je lichaam moet er gewoon even aan wennen. Ben je nieuw op dit kanaal, wil je alles te weten komen over krachttraining, neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. En daar kun je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal. Bedankt en tot volgende week.